Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars. Hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de Vara. Hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO-studio's voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Co. Snel. Al sta je ook te praten als een echte advocaat, of bak je zoete broodjes, dat helpt je heus geen draad. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij trapt er heus niet in. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij heeft vandaag geen zin. De leider van een dansband die speelde saxofoon. Toen hij een solo blazen moest, kwam er geen enkele toon. En hoe hij ook zijn best deed, de arme dirigent. Het wilde maar niet lukken en daarom zong de band. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij trapt er heus niet in. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij heeft vandaag geen zin. Al sta je ook te praten als een echte advocaat, of bak je zoete broodjes, dat helpt je heus geen draad. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij trapt er heus niet in. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij heeft vandaag geen zin. De brandweer in Ter Apel, die kreeg een nieuwe spuit. Het was het nieuwste op het gebied, dat kostte een flinke duit. En bij de demonstratie was iedereen vol lof. Maar toen er eindelijk brand was, bleek het een grote sof. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij trapt er heus niet in. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij heeft vandaag geen zin. Al sta je ook te praten als een echte advocaat, of bak je zoete broodjes, dat helpt je heus geen draad. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij trapt er heus niet in. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij heeft vandaag geen zin. Sta je ook te praten als een echte advocaat, of bak je zoete broodjes, dat helpt je heus geen draad. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij trapt er heus niet in. Hij doet het niet, hij doet het niet, hij heeft vandaag geen zin. Hij doet het niet. Karel van der Velde met de Skymaster zonder leiding van Pep Rowald in 1957. De enige AVRO-opname in dit programma, want de rest is allemaal KRO. Het was een liedje van René Berg, dat is een schuilnaam van KRO-producer Ton Kool. En de muziek was van Jo Budy. De Boertjes van Buten hebben dit lied ook gespeeld. Goeiedag Studio Hilversum, 13 november 2017, de 100ste geboortedag van KRO-muzikus Jo Budy. Een muzikaal portret gewijd aan hem in samenwerking met www.muziekschatten.nl. Diverse werken van Jo staan in de catalogus. Hij werd in Kerkrade geboren. Hij kreeg op zijn 10e jaar zijn eerste pianolessen. In 1933 deed hij examen aan het conservatorium van Luik. Naast de piano bespeelde Budy klarinet, saxofoon, trombone, marimba, vibrafoon, bas en accordeon. Dat laatstgenoemde instrument zou hij het meest gaan hanteren. In zijn jeugd speelde hij op kermissen en in cafés. In 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog, kwam Jo Budy in dienst van de Nederlandse Omroep. De staatsomroep die er was in plaats van AVRO, VARA, KRO en NCRV. Wat hij daar precies deed, dat is niet bekend. In 1948 kwam Jo in vaste dienst van de KRO. Het orkest zonder naam onder leiding van Gerde Roos bestond toen 2 jaar. Aanvankelijk was Jan Pieters daar accordeonist. Jo Budy volgde hem op. Het gezelschap had grote successen als Het Ding, Waterval, Lentekind, Het Lied van de IJssel,
als in Holland de sneeuwklokjes bloeien, O Heide Roosje, het Oude Jagershuis en in de Bergvallei. Gaan we horen, voorafgegaan aan de herkenningsmelodie van het orkest zonder naam. Zonder naam onder leiding van Gerde Roos met de Marketenses en de Musketeers in 1951 in de Bergvallei. Een tekst van André Meurs op het Duitse liedje Die Fischerin von Bodensee van Frans Winkler, daar gebracht door Friedel Hensunti Supris. Wie de solist was, daar moet ik naar raden. Ik ken de zangers Henk Dorel, Fred Sterwood, oftewel Frits van Turenhout, Bert Robbe, Jan Rietveld en Dick Dornwel. Die zaten in de Musketeers, want het was wisselende besamenstelling. Er staat op een foto nog een Frans of anders een Fred van der Veen. Daar zijn ze niet helemaal duidelijk over. Maar ik gok zelf op Anton Eldering, want die zat daar ook bij. Jo zou snel een belangrijke functie krijgen bij de KRO. Gerde Roos stapte in 1954 met Oneenigheid op. Ik dacht over salariering bij de KRO.
en ging fulltime werken in de grammofoonplatenzaak van zijn moeder in Hilversum. De KRO mocht de naam Orkest zonder naam niet meer gebruiken van Ger. Het werd de zingende en spelende troubadours. De leider werd niet genoemd, maar het was wel degelijk Jo Buddy. Vrijwel dezelfde muzici als in het Orkest zonder naam, zoals Benny de Gooier, saxofoon en klarinet, Johnny Ombach, viool, Fred Roosendaal, xylofoon en marimba, Pibaan gitaar, Henk Ortman bas en Gerrit van Bezee drums. Voorheen zaten daarin Lex Vervuurt op gitaar, Erno Veldman op Hawaiian gitaar, Klaas van Beek, accordeon en xylofoon, werd leider van het dansorkest, amusementsorkest en borumorkest en Ger de Roos zat aan de piano. Nieuw was wel een orgel met een vreemd geluid, een soort Wulische orgel, bespeeld door Eddie de Jong. Bij de zingende troubadours zaten vooral vocalisten die ook bij de Marketenses en de Musketeers van het Orkest zonder naam hadden gezongen. Nieuw daarbij waren Marcel Tielemans en Koos Huisman. Op de volgende opname uit 1955 horen we duidelijk Jenny Roda en Yvonne Oostveen en tweestemmig en Dick Doren. Ik hou van de Schotten. Schotten en van alle vlotte meisjes die ze spelen op hun doedeldoedelzak. Als ze in extase doedelzak gaan blazen, hebben ze aan heel de wereld lak. Met hun ruide rokjes aan, bontgekleurd en wijd, brengen zij ons romantiek uit de oude tijd. Ik ga van de schotten en van alle vlotte meisjes die ze spelen op hun van de Schotten. Dat was de Doedelzakpolka van Klaus Künter met de Nederlandse tekst van Willy Pol en Jack Bulteman in 1955. In Duitsland gebracht door Sylvia Dahl, Und die Diepe Heros, met het FFB Tanzorchester Berlijn onder leiding van Horst Kudrytsky. Het was een onvervalste 78 toerenplaat, dat hoorde u wel, want opnamen van de zingende en spelende troubadours kwamen nooit uit op single, LP of CD. In hun korte bestaan verschenen er zo'n 678 toerenplaten met liedjes als Jim, Johnny en Jonas, Het oude kermispaard, Cuculino, Het schipperskind en Het carillon van de toren en xylofoonsolo's van Fred Roosendaal, Circus Rens, De Kelping Comedians,
de xylofoongalop en Petersburger Schlittenfahrt. Op de B-kant van Ik hou van de Schotten stond Het witte strand van Surabaya. De zangsolisten werden niet genoemd, want de net gehoorde Dick Doren was sinds oktober 1954 vaste vocalist naast Truus Koopmans bij de Windmolens onder leiding van Johnny Holshuizen bij de AVRO. Op oudejaarsavond 31 december 1954 maakten de Selvera's hun debuut. Hoe was het ook weer? Zus Jansen, dochter van orkestleider Harry Jansen uit Weert, vormde met Helma Lambrechts vanaf begin jaren 50 het duo Helma en Selma. Dat rijmde zo leuk. Zus Jansen was Selma. Haar jongere zusje Mieke Jansen, later bekend als Mieke Bors in de Sound of Music en de Ted de Braak shows, zong onder de naam Vera bij het orkest van haar vader Harry. Vera Lynn was begin jaren 50, binnen het in de oorlog populair, dus Mieke noemde zich Vera. Zus en Mieke gingen liever samen verder. En u raadt het al, zus was Selma, Mieke was Vera, Selma en Vera, de Selvera's. Bij het radiodebuut werden ze muzikaal begeleid door de zingende en spelende troubadours, althans de spelende sector natuurlijk, onder leiding van Joop Budy. De liedjes werden ook op plaat uitgebracht, Zachtjes glijdt ons bootje, dat was Melody of Love, een succes voor de Ben Carr Sisters of Frank Sinatra. En een vertaling van Holland Medel, een succes van Luus Ascia, Hollands meisje. Hollands meisje, fris en blond, jij danst vrolijk in het rond. Molenwieken slaan de maat, als maar door van broek tot laat. Kijk de dorpen staan in bloei, het is weer lente tijd. Alles is in volle groei en ieder is weer blij. Ja, Hollands meisje, fris en blond, jij danst vrolijk in het rond. Hollands kind van top tot teen, zoals jij is er niet één. Hollands meisje, de Selvera's met de troubadours onder leiding van Joop Budy. Wie de tekst heeft geschreven, dat is niet bekend. Misschien toch wel weer Jack Bulteman of Willy Pol. De eerste plaat van de Selvera's werd geen succes. De volgende wel, Twee reebruine ogen. En dan daarna De postkoets enzovoorts. Maar dat is een verhaal apart. Het orkest van de naam van Gerde Roos werd dus de zingende en spelende troubadours. Er was nog meer aan de hand, want Gerde Roos was ook Boer Biet van de Bietenbouwers. Die veranderde in de Boertjes van Buten onder leiding van Joop Budy. Ik heb hier een opname uit 1957, liedje van Joop Budy en Beb Huting, tezamen geschreven met Henk Jansen van Galen. En die is ook de zangsolist als Lubbert van Gortel. En we hossen en we springen. Om weg te gaan. En we hossen en we zingen.
je soms een slechte zin, kom er dan beslist niet in, want we vieren hier vanavond carnaval. Heb je zin om mee te doen, geef hem dan maar van katoen, want het is je zo gezellig op het bal. En we springen, want het is nog veel te vroeg om weg te gaan. En we hossen en we zingen en we dansen en we springen tot we niet meer op de benen kunnen staan. Jongens, kom nou, zet hem op, zet de boel maar op zijn kop, want de wijzers van de klok gaan veel te vlug. Dus geloof me maar, zo'n feest is het hier nog nooit geweest, en zo komt het ook voorlopig niet terug. Veel luisteraars hebben gedacht dat de Boertjes van Buute een willekeurige boerenkapel was, waarvan de boeren overdag op het land werkten en in schaarse vrije tijd musiceerden. Maar dat waren toch beroepsmuzici in Boerenkiel. Harry Sevenstern, trompetist bij bijvoorbeeld het Philharmonisch Orkest in de Wiener Symfoniker, voorwaar ging Leine Jongen. Bert Grijze, trompet, speelde bij de Remlers van Theo de Masman. Joop Diepenbroek, saxofoon. Marcel Tielemans, trombone, ook bij de Remlers van Theo de Masman. Benny de Gooie, klarinet, zat dus bij het Orkest zonder naam en de zingende spelende troubadours. Hans Sodekamp, klarinet, speelde bij de Zappacaras van Lex Vervuurt bij de NCRV. Fred Roosendaal, xylofoon, die noemden ze bij de Boertjes van Buten Fred Rozenstruik. Piet Baan, de gitaar weer, en Gerard van Bezij, slagwerk. Altijd aangekondigd door Kees Schilperoort in een zogenaamd Veluws accent als Gaatjan Kroetmoes. Bij de Boertjes van Buten zongen naast Lubbert van Gortel Bertus Bolknak, dat was Henk van der Weijden, Geert van de Treuter, dat was Marcel Tielemans, en dan haalde hij capriolen uit op zijn trombone, bijvoorbeeld in de Kakelwals. Toen Henk Jansen van Gaal in 1970 overleed, werd hij opgevolgd door Ab Hofstee als boer voorthuizen. Annie de Reuver was een blauwe maandag boerin Drika. Vanaf 1967 was dat vast Annie Palmen. De Boertjes van Buten waren ook op televisie in het programma Mik vanaf 1966 en ze stopte in 1973. Ze hadden successen als Lieve Frans, ik schrijf je hier op mijn paarse postpapier, Bimien op de boerderieën, de posthoorn, galop en de aanbeeldpolka. Er is overigens bladmuziek op www.muziekschatten.nl van Wij maken alles op vandaag en Wij willen vrolijk zijn. Twee liedjes van Jo Budy en Koen van Orschouw uit 1958. Nu staat daarbij De Bietenbouwers, terwijl ze vanaf 1954 De Boertjes van Buten heten. Maar op zich niet zo gek, want De Bietenbouwers maakten na 1954 nog wel grammofoonplaten. Niet onder leiding van Boer Biet, oftewel Gerd Roos, maar onder leiding van Jack Bulteman. Op de plaat mocht zo'n naam wel in de KRO-studio, waarmee hij narigheid had natuurlijk niet. Er was nog een gevolg van het vertrek van Gerd Roos. In zijn van zessen klaarclub trad nieuw talent op. Dat werd nu de springplank. Kun je nog springen?
kun je nog springen? Spring dan met ons mee. Je hoeft geen kwek te zijn in handen dik. We springen door de eten met muziek. Kun je nog springen? Kun je nog springen? De springplank, springplank. Ja, het programma De Springplank is eigenlijk begonnen ongeveer 1954 als een opvolging van de Van Zessen Klaarclub. Dat was ook al een talentenprogramma met beperkte deelnemers. En dat werd opgezet door Gerde Roos. Die is toen weggegaan bij de Omroep. En wij hebben in 1953-54 een talentenprogramma voortgezet onder de naam Springplank. Waarbij we audities hielden in de studio, maar ook wel in het land. Soms in competitieverband, maar soms ook gewoon om aan nieuw talent te komen. En we hadden toen nog de middelen om dat, om die zaak als een instituut te behandelen. We hadden het orkest van Jo Budy. Voor elke solist werd een arrangement gemaakt. Pierre Wijnow en Jo Budy zijn twee hele goede krachten geweest in die jaren. We hadden ook zelfs de gelegenheid om bepaalde talenten waarvan we veel verwachten apart nog eens wekelijks in de studio te laten komen. Om wat te repeteren met die mensen, om ze wat microfoontechniek bij te brengen. Om ze te helpen bij hun repertoirekeus, helpen bij de uitspraak. Jo Budy en Pierre konden muzikaal, technisch daar veel aan bijdragen, zodat die mensen werkelijk eigenlijk nog een hele training kregen. Dat was Ton Kool. Ton, het was echt 54 hoor, want ik heb nog een opname van de Van Zessen Klaarclub van begin 1954. Het was dus echt oktober 54 dat alles veranderde, omdat Gerde Roos wegging. Jo Budy had in 1954 een ensemble dat heette Extase, met zang van het Serpentine Sextet. Dat is dan een repertoire met liedjes als Jolie Jacqueline, Tikke Tikke Tak, dat is een liedje van Lex Vervuurt, en Stan Hagen ook door de Zappacara's, Het Vrolijke Klokje, Moulin and Roses en Hernando's Hideaway. Zeg mij vaag iets. Daar is volgens mij niets van bewaard gebleven. Er kwamen twee nieuwe ensembles in bij 1956. De oktober 56 helemaal. De Joffers en de Jonkers onder leiding van Jack Bulteman met Jenny Roda, Yvonne Oostveen. Dat waren marketenses geweest. Maar Jo Budy had hier niets mee te maken. Hij start in 1956 het ensemble De Klaarvirtuozen met zang van Annie Palmen en Jan van der Most. Er verschenen plaat bij Omega, Dureco, Het regent dat het schiet, de Nederlandse versie van Just Walking in the Rain, het succes van Johnny Ray, en Samen, oftewel True Love van Cole Porter. Maar Annie Palmen kreeg een platencontract bij Polydor, dus de volgende duetjes kwamen daaruit. Visser van de Zuiderzee, dat is een liedje van Bert Huiting en Jo Budy, met op de andere kant De Dokter heeft gezegd, maak je niet kwaad. En omdat Jo Budy met zijn ensemble Simple Music platen bleef maken bij Dureco, werd zijn naam niet genoemd als leider van de klaarvirtuozen. En het werd nog anders. De volgende duetten in 1958 werden opgenomen met een ander KRO-ensemble, Frivoletta, onder leiding van Johnny Ombach. Op de radio zongen bij Frivoletta De Limbra-zusjes en Co. Hagedoren. En op deze plaat met Annie Palmen en Jan van der Most horen we Frivoletta daarbij. Jo Budy speelde accordeon. Er werd nog een derde accordeonist opgetrommeld. Dat zal zijn Koen van Ossau of anders Aldi Kleingeld. Annie en Jan zongen Speel nog eenmaal voor mij Habanero. De Nederlandse versie van het Catharina Valente succes Spiel nog einmal voor mij Habanero. En een walsje van Jo Budy, die schreef de muziek. En Beb Huiting de tekst. Voor ons zal het altijd lente zijn. Zal het altijd lente zijn, we houden van elkaar. Een lente vol van zonneschijn, die maakt ons sprookje waar. We hebben het geluk nu gevonden en willen het nimmer meer kwijt. We zijn door de liefde verbonden en blijven tezaam voor altijd. Zal altijd lente zijn, we houden van elkaar. Een lente vol van zonneschijn, die maakt ons sprookje waar. Wie had het ooit ervan?
kunnen het nimmer meer kwijt. We zijn door de liefde verbonden en blijven te staan voor altijd. Voor ons zal altijd lente zijn, we houden van elkaar. Een lente vol van zonneschijn, die maakt ons sprookje waar. Trekken het ons toch niet aan, al zijn er dan kale bomen, we zien ze vol bloesems toch staan. We zijn door de liefde verbonden en blijven te staan voor altijd. Voor ons zal altijd lente zijn, we houden van elkaar. Een lente vol van zonneschijn, die maakt ons sprookje waar. Annie Palmen en Jan van der Most met het ensemble Frivoletta onder leiding van Johnny Ombach, inclusief Jo Budy op accordeon. Voor ons zal het altijd lente zijn. Jan van der Most zong liever de Amerikaanse standards bij het Caro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek en bij Avro's Skymasters onder leiding van Beb Robot. Annie Palmen kreeg John de Mol, de vader van Linde en John, naast zich bij de klaarvirtuose. De muzici van de klaarvirtuose speelden ook een potpourri van 20 minuten onder de titel Simple Music, Jo Budy accordeon, Eddie de Jong hemeltorg op piano en celesta, Fred Roosendaal xylofoon en marimba, Piet Baan gitaar, Henk Ortman bas en Gerrit van Bezij slagwerk. Thank you.
Tot zover Simple Music. Play a Simple Melody van Irving Berlin, grootvadersklok van Henry Clay Work. Daar is bladmuziek van te vinden op www.muziekschatten.nl. De derde was van Haven Gillespie, Driftin' and Dreamin'. Voor de goede orde, het waren niet altijd Pibaan, Henk Ortman en Gerrit van Bezij, ook nog wel eens Korbaan, de broer van Piet op gitaar of Frits Hess op gitaar, Leo van Laré bas en Frans Beekmans slagwerk. Dat was dus een poppy uit het programma Simple Music. Maar dat hield op te bestaan en de klaarvirtuozen dus ook. In 1960 kwam bij de KRO het kwartet Jo Buddy met zang van Annie Palmen en Koos Huisman, die bij de zingende troubadours had opgetreden. Annie zong daar liedjes als Emma komt de ware liefde, Salute Tien Tien, Mr. Mandolino en Der Peter. Duetjes met Koos Huisman als Toehuil niet meer, Eenmaal zie ik je weer en in het Duits zo schön en die doeme liebe. En Koos solistisch in Goud in Alaska en Neem de tijd. We gaan Koos Huisman nu horen, maar dan anderszins in het cabareteske programma De Oelewappers van Jan de Cler. Jan sprak de teksten uit met, ik denk Els Hellenius, ik weet dat niet zeker. Het begeleidend orkestje stond onder leiding van Jo Buddy. Jo accordeon werd wel eens vervangen door Addy Kleingeld. Eddie de Jong piano en hemeltorgel. Fred Roosendaal xylofoon, vibrafoon en marimba. Henk Knopper bas. Gerrit van Bezij of Frans Beekmans drums. Koos Huisman zang en gitaar. Zeppelines en zeven klappers worden nu gepresenteerd door de Oelewappers. De Oelewappers, een programma speciaal bestemd voor alle soorten luisteraars, dit keer samengesteld uit verzoeknummers van het personeel van een vishakerij. Valse neuzen, zeppelines en zeven klappers worden nu gepresenteerd door de Oelewappers. Meneer R. de R. vraagt: hoe leer ik goed stoken? We hebben uw vraag doorgegeven aan onze tante Toos, meneer RTR. Dat is de grootste roddelkous van de familie. Ik droom nog zo vaak van Pepita. Haar haren, haar ogen, haar neusje, haar mond. Nooit tref ik meer zo'n señorita als ik op de Copacabana eens vond. Aan het strand van de Copacabana zijn we samen uit wandelen gegaan. Jij was mooi als een Fata Morgana in het licht van een flonkerende maan. Maar toen ik jou een zoen wilde geven, sprak je zachtjes, senor, wacht nog even. Doe dat nou, liever morgen manana, aan het strand van de Copacabana. Jij hebt me geen kus willen geven, die avond dat alles zo prachtig begon. Jij kwam nooit meer terug in mijn leven, want je was verdwenen als sneeuw in de zon. Aan het strand van de Copacabana zijn we samen uit wandelen gegaan. Jij was mooi als een Fata Morgana in het licht van een flonkerende maan. Maar toen ik jou een zoen wilde geven, sprak je zachtjes, senor, wacht nog even. Dat nou, liever morgen manana, aan het strand van de Copacabana.
te geven. Sprak je zachtjes, senor, wacht nog even. Doe dat dan, liever morgen, mañana, aan het strand van de Copacabana. Ja, juffrouw FDK, dat was wel erg van die brand in Rome. Maar die man heette Nero, niet Nero. Je hoorde haar al fluisteren aan het eind van Pepita. Als je op de koptelefoon luistert, dan hoor je fluisteren bij Koos Huisman. In het programma De Oelewappers. Koos Huisman trad ook wel op met bassist Henk Knopper als een komisch duo met liedjes als De Magere Slager en Als je wist wat ik graag wou. Uit de Oelewapperstijd tussen 1961 en 1963 stammen fraaie liederen als Janus is gepakt. Inderdaad het antwoord op Janus pak me nog een keer van Paula Dennis. Zet je neus op, opoe kom van de trapeze. Christine Kili Kili Kili, inderdaad het schandaal rond de Britse minister van Defensie John Profumo. En Colger model Christine Killer. Wim Sonneveld heeft dat ook verwerkt in een conference. Laat ze maar waaien Marie en het schakelkassie. Heeft u weer zin in de poppri? Jo Buddy vormde met collega Jo Bos, vooral werkzaam bij de NCRV, het quintet Jo Bos begeleidde Suite 16, onder leiding van Lex Karsemeijer en hij leidde het orkest Mozaïek. En de derde was Piet Zonneveld. Voor de plaat vormde zij het Scala Trio. Tussen 1959 en 1965 zo'n 30 accordeonpopperies. Hier is er één uit 64. Krakerig singeltje. Hop Marjanneke, stroop in het kanneke. U herkende dat vast wel. Het hoedje van mijn zuster is een daalder. Jaapie is getrouwd. Als je pas getrouwd bent, krijg je koekjes bij de thee. Omdat het zo lekker is, had je me maar. En we gaan nog langer niet naar huis. Het Scala Trio. Jo Buddy, Jo Bos en Piet Zonneveld. Soms was Addy Kleingeld daar ook wel weer bij. En Jacques Schutte, maar die speelde meer piano en orgel. En was lid van het duo André Draaf en Jacques Schutte. Het ensemble Jo Buddy met de bekende muzici begeleidde ook het dameskoor Etencharme, 11 dames,
en het mannenkoor De Woudzangers, 12 heren, onder leiding van Marinus van het Woud, in het programma Wij Zingen de Wereld Rond, zo in 364. Dat was geen popperieprogramma, maar wel hele korte liedjes. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises early in the morning. Put him in the longboat till he's sober. Put him in the longboat till he's sober. Put him in the longboat till he's sober. Put him in the scuppers with the host by morning. Put him in the scuppers with the host by morning. Put him in the scuppers with the host by morning. Early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Early in the morning. Die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt. Das kann doch einen Seemann nicht verschütten. Keine Angst, keine Angst, Rosmarin. Es weht der Wind mit Stärke 10. Das Schiff schaut hin und her. Das Schiff schaut hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen. Es stoppt das wilde Meer, es stoppt das wilde Meer. Oh, seht ihn an, oh, seht ihn an. Dort zeigt sich der klarbaute Mann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarin. Wir lassen uns das Leben nicht verwittern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarin. Und wenn die ganze Erde fehlt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht verschütten. Keine Angst, keine Angst, Rosmarin. In jeden Hafen eine Braut, das ist doch nicht zu viel. Das ist doch nicht zu viel. Solange je uns vertraut, ist das kein Kinderspiel? Das ist kein Kinderspiel. Doch kriegt mal eine etwas raus, dann wird sie wild, dann ist es aus. Spricht sie uns auch in das Gesicht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarin. Wir lassen uns das Leben nicht verbieten. Keine Angst, keine Angst, Rosmarin. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarin. De koren Ether Charme en De Woudzangers onder leiding van Marinus van het Woud met een ensemble onder leiding van Joe Budy. De solist was de bekende KRO-zanger Co Hagedoorn. Kort What Shall We Do With a Drunken Sailor, een traditional. En een liedje uit de film Paradies der Junggezellen in 1933 met Heinz Hoeman. Een lied van Michel Jari en Bruno Balz. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Nu dacht ik dat er nog een ensemble was begin jaren 60 dat Mascotte heette. Maar bij Na de Speurwerk kwam ik terecht bij Beb Huting. Dat is een beetje vreemd, want die schreef eigenlijk altijd alleen maar liedjes met Jo Budy. Hoe het ook zij, in de tweede helft van de jaren 60 werden de radioensembles en orkesten behoorlijk opgeruimd. Er werden veel meer grammofoonplaten gedraaid.
Ook waren de omroepen gestopt met de bonte avonden. Dat was zo'n avond met publiek, groot orkest op het podium, zangers en zangeressen, conferences, een quizje. Want er was grote concurrentie van de televisie, dus de mensen luisterden daar niet meer naar. Je kon zo'n programma beter overdag uitzenden, dacht producer Gerrit Hulshoff. Hij heeft goed gedacht. Jos Timmer werkte dat plan uit. Vanaf oktober 1967 werd het pauzeprogramma van 12 tot 2 uitgezonden, met publiek. Presentatoren als Ted de Braak, Felix Huizinga en Hans van Willigenburg. Blikvanger was Kees Schilperoort met het spel Rademaar. Diverse zangsolisten en instrumentalisten en het Caro Huisorkest onder leiding van Jo Budy speelden. Dat nam vooral de klassieken op de hak via arrangementen van Jo van Maas, Bill Stanford, Walter Kalischnig en de leider Jo Budy. De Hongaarse dans van Johannes Brahms uit 1869 door het Caro Huisorkest onder leiding van Jo Budy in 1967. Nu werd er wel beweerd dat het Caro Huisorkest bestond uit muzici van de Boertjes van Buthe. Zo kun je dat echt niet stellen hoor. Marcel Tielemans wel op trombone. Die had collega's als Job Huizen, Han de Ruiter en Bart van Dier. Trompetisten Gerrit Engelsma, Miel Caron en Jan Vleeshouwer. Benny de Gooyer zat er ook wel bij. Die zat ook bij het Orkest zonder naam en de zingende spelende troubadours en dus ook bij de Boertjes van Buthe. Maar verder de volgende muzici toch niet, hoewel ja, de ritmegroep natuurlijk weer wel. Gernat speelde op klarinet, op saxofoon Gijs Alberts. Die speelde van God, ja. Gernat dus klarinet en saxofoon. Zo moet ik dat zeggen. Sam Silverberg hobo. Wim van Dijk en Winnie Vink fluit. Jacques Schutte piano en orgel. En dan heb je ze weer. Fred Roosendaal xylofoon, vibrafoon en marimba. Corbaan gitaar, Henk Ortman bas en Gerrit van Bezee slagwerk of Frans Beekmans.
Voordat ik nog besluit met zo'n opname van het Caro Huisorkest, even de boertjes van Buten in Mick anno 1969. Theodorus, doe toch niet zo olie-olie-dom. Als je langs ons huis komt, Theodorus, kijk dan toch eens even stiekem om. Theodorus, doe niet zo verlegen en zo flauw. Als je omkijkt, Theodorus, langs ons huis komt elke dag een keer op acht iemand van het mannelijk geslacht. Ik schaam me er niet voor, ik zie hem graag, vandaar dat ik steeds in gedachten vraag. Theodorus, doe toch niet zo olie-olie-dom. Als je langs ons huis komt, Theodorus, kijk dan toch eens even stiekem op. Theodorus, doe niet zo verlegen en zo flauw. Als je omkijkt, Theodorus, dan lach ik en dan zwaai ik tegen jou. Het allerliefste nam ik Theo 1, 2, 3, elke dag een poosje op mijn knie. Ik schaam me er niet voor dat van hem houdt, want Theo is maar amper 4 jaar oud. Ja, Theodorus, doe toch niet zo olie-olie-dom. Als je langs ons huis komt, Theodorus, kijk dan toch eens even stiekem om. Theodorus, doe niet zo verlegen en zo flauw. En als je omkijkt, Theodorus, dan lach ik en dan zwaai ik tegen jou. Dan lach ik en dan zwaai ik tegen jou. Dan lach ik en dan zwaai ik tegen jou. De boertjes van Buten onder leiding van Jo Budi, anno 1969, met Annie Palmen als boerin Drika Theodorus. In 1973 hielden de boertjes van Buten op te bestaan. En 29 juni 1973 was het laatste optreden van het Caro Huisorkest in deze vorm. Jo Budi ging met pensioen. Van 12 tot 2 ging nog even door met een ander Caro Huisorkest onder leiding van Piet Zonneveld, die we eerder hoorden als accordeonist. En dat orkest speelde in de stijl van James Last. Jo Budi overleed 7 september 1991 op 73-jarige leeftijd. Zoons Jos en Henny werden televisie- en anderszins regisseur. Dit was een ode aan Jo Budi. 13 november 2017 zijn 100ste geboortedag. Samenstelling en presentatie Co Snel. Illustraties Erik van Balkum. Als laatste een opname van het Caro Huisorkest met de trepak, de Russische dans uit de notenkrakersuite van Piotr Ilji Tchaikovsky uit 1892. Dank voor het luisteren.